Wist je dat je in geval van nood ook via je smartphone hulp kan vragen? Maar hoe doe je dat, de hulpdiensten contacteren met je smartphone? De hulpdiensten contacteren doe je via de noodfunctie van je smartphone zelf. Door te bellen naar een noodnummer of via de 112BE-app. Via deze app kan je al meteen kiezen om de brandweer, ziekenwagen of politie te contacteren. De hulpdiensten contacteren met je smartphone heeft heel wat voordelen. Je hoeft de nummers van de brandweer, ambulance en politie niet te onthouden. De 112BE-app kan je exacte locatie doorgeven aan de hulpdiensten. Zij weten dus waar je bent, ook al weet je dat zelf niet helemaal. Je kan je medische informatie opslaan op je smartphone of in de 112BE-app. Hierdoor hebben de hulpdiensten na je oproep meteen de nodige informatie. De 112BE-app werkt wel enkel in België, dus hou daar rekening mee als je in het buitenland bent. In sommige landen bestaan gelijkaardige apps. Het is dus aan te raden om in het buitenland deze lokale app te downloaden. Je kan de hulpdiensten dus op verschillende manieren contacteren via je smartphone. Ik leg je even uit hoe de 112 BE app juist werkt. Open de 112 BE app. Je komt op de startpagina. Daar zie je de vraag: welke hulp hebt u nodig? Je ziet drie iconen. Heb je de ziekenwagen nodig? Tik dan op ziekenwagen. Heb je de brandweer nodig? Tik dan op brandweer. Heb je de politie nodig? Tik dan op Politie. Tik op Bel 112 of Bel 101. Je wordt automatisch verbonden met de ziekenwagen, brandweer of politie. Wil je dat de hulpdiensten meteen de juiste medische informatie hebben, tik dan onderaan op Mijn informatie. Vul je voornaam, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer in. Ben je doof, slechthorend of heb je een spraakstoornis? Duid dat onderaan aan. Tik op Volgende. Tik op Adresgegevens toevoegen en geef je adres op. Tik op ICE-contacten toevoegen en geef de voornaam, de achternaam en het telefoonnummer in van personen met wie de hulpdiensten contact kunnen opnemen. Tik op meer info als je nog meer informatie over jezelf wilt toevoegen, zoals bijvoorbeeld je bloedgroep. Hoe meer informatie de hulpdiensten van je hebben, hoe beter ze je kunnen helpen in geval van nood. Zo, nu kan je in geval van nood de hulpdiensten contacteren via je smartphone. Wil je nog meer weten over het contacteren van de hulpdiensten of andere online diensten? Surf dan naar digihelper.be. Of bekijk meer video's op VRT Max.